In de serie van leermodules voor proefplekken zijn we op pioniersreis. De windbuggy staat model voor deze reis. Maar waar gaat de reis naartoe? Wat is de missie van jullie proefplek en hoe weet je of dit doel ook haalbaar is? En met haalbaar wil ik niet zeggen dat je volledig op safe moet spelen. Je missie mag best een beetje geloof vragen. Maar je doel moet niet te ver buiten bereik liggen. De lat te hoog. Hoe bepaal je een missie die uitdagend is, maar ook haalbaar? Welkom bij de eerste video in de module Haalbare Missie. Ik liet net deze buggy zien. In de module over gedeeld leiderschap wordt de buggy ook gekoppeld aan dit leiderschapsmodel. En hiermee stel je missie, cultuur en de organisatie van je proefplek voortdurend op elkaar af. En daarbij blijf je gericht op Gods missie in de omgeving. Haalbare missie gaat over een inspirerend visioen voor je proefplek. Je zoekt hiermee aansluiting bij Gods missie. Vervolgens bedenk je concrete stappen om die droom werkelijkheid te maken. Als je dit doet, moet de haalbaarheid van je missie ook ter sprake komen. Tijdens het pionieren balanceer je tussen droom en werkelijkheid en dit kan makkelijk uit balans raken. Daarom heb je elkaar nodig als team. De een leeft namelijk meer met het hoofd in de wolken en de ander heeft meer oog voor de beren op de weg. Missie geeft ook focus. Als het doel duidelijk is, dan kun je beter bepalen wat je wel of niet moet doen. Stel elkaar daarom regelmatig deze vraag. Draag dit bij aan het bereiken van ons doel. Zo kun je samen de juiste keuze maken. Verder geeft missie ontspanning als je beseft dat jouw missie een onderdeel is van Gods missie. God werkt aan het herstel van zijn schepping. Wij mensen worden geroepen om daarin mee te werken. Het resultaat hangt uiteindelijk niet van ons af, maar van hem. Voor de rol van jouw proefplek bij Gods missie in de omgeving verwijs ik je ook graag naar de module Viervoudig Luisteren. Voordat we verder gaan heb ik een vraag. Joel Barker is iemand die veel heeft geschreven over het realiseren van toekomstvisioenen. Van hem is de uitspraak: missie zonder actie is alleen een droom en actie zonder missie is tijdverdrijf. Maar, wat volgt er op maar? Wat kan er gebeuren als je missie met actie combineert? Je krijgt 30 seconden de tijd om hierover na te denken. Dat kan je alleen doen of met elkaar. Het antwoord volgt aan het einde van deze video. Heel veel succes! We hebben het in deze video over missie, visie, doelen en actie. En misschien vind je deze woorden meer bij een bedrijf passen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ze kunnen ook helpen om richting te bepalen en koers te houden. Ze voorkomen dat je in rondjes blijft draaien of erger dat je strandt op een punt waar je niet wil zijn. De schrijver van het Bijbelboek Spreuken zei het zo. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Ook een proefplek kan dus niet zonder visie. En de begrippen missie en visie liggen dicht bij elkaar en ze leiden ook vaak tot spraakverwarring. Daarom gebruiken we in deze module vooral de term missie. En dan hebben we het over een concreet en haalbaar plan op basis van jouw droom en motivatie. Je droom is richtingbepalend. Dat is ook de bron voor tijd en energie die je wil investeren in je proefplek. En een realistisch plan zorgt ervoor dat jouw droom ook werkelijkheid kan worden. Hiermee zijn we weer terug bij de balans tussen een uitdagende en haalbare missie. Tussen droom en werkelijkheid. Aan de wielen van de buggy zijn naast haalbare missie ook nog 5 andere kernthema's gekoppeld. Dat zijn gedeeld leiderschap, gezonde teamcultuur, contextgevoelige communicatie, sterke samenwerking en financiële duurzaamheid. Dit zijn thema's die mede bepalend zijn voor de haalbaarheid van je missie.
Naast natuurlijk het viervoudige luisteren, waarmee je zoekt naar aansluiting bij Gods missie, naar het draagvlak bij je achterban en naar de verbinding met de mensen in je omgeving. Goed dus om daarmee binnenkort ook aan de slag te gaan, als je dat nog niet had gedaan. Maar eerst mag je nu met een werkvorm naar keuze aan de slag gaan met de toepassing van deze video op jullie eigen praktijk. Alleen niet voordat ik jullie nog even heb verteld hoe die uitspraak van Joel Barker verder ging. Hij zei, missie zonder actie is alleen een droom en actie zonder missie is tijdsverdrijf. Maar missie met actie kan de wereld veranderen. Een mooie motivatie volgens mij om zelf aan de slag te gaan. Heel veel wijsheid bij het bepalen van een haalbare missie en het verbinden met passende actie.